Ze worden nerveus op links. Ja. Dat is goed nieuws. Ja, dat is goed nieuws. Dat zien we graag. Ja, ze worden echt nerveus. Ja, heb je gezien? Kijk, die Timmermans, hè? Die groengoeroe, ja, die is maar met één plan naar Nederland gekomen. Die wil dus gewoon minister-president worden. Ja, of minimaal minister. Die moet op het plus. Die heeft geen zin om in die Tweede Kamer te gaan zitten. Dat was het plan niet. En het gaat niet goed genoeg dus in de peilingen. Ze hadden eigenlijk zelf gedacht dat ze tegen deze tijd wel groter zouden zijn. Maar dat is niet zo. Nee, want ze hadden niet op Omtzigt gerekend. Ja, dus beetje paniek daar, ja, bij de groengoeroe, die Timmermans. Dus die denkt, weet je wat, ik ga even een beetje een ander verhaaltje afsteken over stikstof. En misschien gaat dat helpen. Ja, dus die roept ineens, oh, die halvering. Nou, dat mag ook wel later dan 2030. Hup, de hele achterban van links. Ja, die stonden gelijk op de achterste benen. En die zeiden, ja, waarom zegt hij dat nou? Die Timmermans, dat moet hij niet doen. En dat moet hij pas doen na de verkiezingen. En nou gaat hij al toegeven. En het staat wel bij ons in het partijprogramma. En we gaan het gewoon ook zo doen. 2030 enzovoort enzovoort. Nou, dus die hebben al oneenigheid. En lekker jongens, ja. Het is alleen maar goed, dan gaan ze fout op fout stapelen. En dat moet ook zo blijven. Ja. Top! Dat in ieder geval. Maar toen waren we er nog niet. Hey, want Omtzigt, die werd gevraagd, wat is nou jouw coalitie die je leuk zou vinden? Nou, en die begon ineens te vertellen van, nou, het mag voor mij ook wel over rechts. Het zou wel goed uitkomen ook misschien. En dan heb ik hier deze partijtjes voor. Dus die noemde op ineens SGP en CDA en JA21. VVD, BBB. Nou zo. Ja. En links. Hup. Weer in paniek. Weer in paniek. Ja. Oh, want dat is hun enige houvast. Omtzigt. Zij kunnen alleen maar een coalitie vormen met Omtzigt. En nou begint die Omtzigt ineens, naar rechts te dreigen. Oh jee, dus op links is er klaar. Oh, Knulletje Klaver ook gelijk op de social media. Oh, wat moeten we nou? En wat moeten we dan met ons klimaatbeleid? Ja, Knulletje. En overal beginnen ze ook op social media. Ja, nee, we moeten links en we moeten GroenLinks en Partij voor Arbeid nu zo groot mogelijk maken. Oh, vrienden, het gaat helemaal goed. Ja, ze zijn nerveus. Ja, en dat precies. Zo willen we het zien. Hey.